Het is zondagmiddag even over 12 uur. Lieve kijkers, van harte welkom bij deze derde aflevering in 2020 van De Stemming bij RTV 80. De Stemming is een programma voor u, door u en met u, de inwoners van de gemeente Bergen. In De Stemming laten wij zien wat u bezighoudt. Verslaggever Arlette van der Kemp peilt De Stemming op straat in de kernen van Bergen, de Egmond en Schorel. En hier in Galerie en Artcafé Rogier Jonk op het plein in Bergen praten wij op gepaste afstand met gasten aan tafel. In deze derde aflevering huisarts Aline Visser van de Bergense Huisartsen en leerkracht Edwin de Groot van de openbare basisschool De Driemaster in Egmond aan Zee. Ook aan tafel ondernemer Willem Zwart uit Egmond Binnen. Verder in deze aflevering van De Stemming natuurlijk uitgebreid aandacht voor de effecten van het coronavirus op onze samenleving in de rubriek Anderhalve Meter. En we staan weer stil bij de mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepen. Deze week zijn dat de vrijwilligers van de Egmondse Reddingsbrigade. Uiteraard mag kunst en cultuur in De Stemming niet ontbreken. Galeriehouder Rogier Jonk vertelt over zijn keuze van de week. En wij sluiten straks af met de muziektheatermakers Rita Ini en Herman Link van Samba Salad. Maar we beginnen met op gepaste afstand. Aan tafel huisarts Aline Visser van de Bergense Huisartsen. Welkom Aline Visser. Goedemiddag. Fijn dat u wilde komen. Graag gedaan. U bent al sinds jaar en dag huisarts in Bergen. Dat klopt. Een jaar of 20? Ja, bijna. 19 jaar. Kijk eens aan, bijna een lustrum al. Ja. 12 maart jongsleden kondigde onze premier aan dat er een intelligente lockdown ging plaatsvinden. Wat voor effect heeft dat gehad op jullie praktijk, op jullie zelf als huisarts? Grote effecten. Wij hebben de praktijkvoering drastisch moeten veranderen. En het doel was zo min mogelijk mensen naar de praktijk te laten komen, maar toch zo goed mogelijk zorg te blijven geven voor de inwoners van Bergen. En dat hebben we gedaan met onze belangenvereniging, de huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland. Die heeft een centraal spreekuur ingesteld en dat wordt gevoerd op de huisartsenpost. Daar komen alle mensen met luchtwegklachten. En die worden dan gezien door dokters in beschermende kleding. Op die manier concentreren we de zieke mensen bij elkaar, of mogelijk zieke mensen. En gaan we zo zuinig mogelijk om met de beschermende middelen. Heb je ooit in je opleiding daar al kennis mee gemaakt? Nee. Waren jullie erop voorbereid? Nee. Hoe schakel je dan? En dat gaat dus met z'n allen. En dus niet per praktijk alleen. Maar een gedeelte van de huisartsen heeft een werkgroep gevormd. En die verdiepen zich erin. Die houden alle regels bij, alle publicaties bij. En die geven alle huisartsen in de regio weer adviezen. Zijn er grote verschillen tussen de pre-corona periode zeg maar en nu? Ja. En voorheen kon je gewoon zeggen zo van, goh, ik heb wat nodig, ik ga naar mijn huisarts, ik meld me bij de balie en ik stel mijn vraag. Dat kan nu niet meer, want we hebben echt het beleid eerst bellen, want we willen zeker weten dat wie bij ons binnenkomt, dat hij geen koorts heeft, niet hoest, geen kans op corona. En de dame achter de balie? Die zit er niet meer op dit moment. Die is ook weg? Nee, we hebben echt... Ik ben gelukkig al even niet bij jullie geweest. Ja, nee, het rolluik is echt fysiek dicht op dit moment. Een bord bij de deur en het rolluik dicht. En als je dan toch verloren rondloopt, komt er wel iemand naar je toe hoor. Maar dat gebeurt gelukkig bijna niet. Oké, dus ook geen overvolle wachtkamer meer? Nee, helemaal niet. Als er nu 3 mensen zitten, is het veel. Oké. Is het aantal reguliere doorverwijzingen naar het ziekenhuis minder geworden? Ja, zeker. We zien minder mensen. Dus ook het aantal doorverwijzingen. Mensen weten dat ook. En als je bijvoorbeeld kijkt, allerlei huidafwijkingen, ja, die wachten wel even. Dus of mensen komen niet. Sommige mensen worden wel doorverwezen, maar op dit moment nog niet geholpen. Gaat dat wel goed, denk je? Ja, dat denk ik wel. Want ik heb wel het idee dat de mensen met de echt dringende zaken ons weten te vinden. Want we zijn bereikbaar. Hè, de assistente zit op haar plek. De dokter kan je bellen. We werken met e-mail, met foto's en dus telefonisch. En als het nodig is, zien we ook mensen. Want sommige dingen kan je niet afhandelen per telefoon. Kan je niet met een foto afdoen. Dus die mensen nodigen we uit. Als we weten dat er geen risico is op een besmetting. Oké. Okay. Verslaggever Arlette van der Kemp is De Stemming gaan peilen onder de inwoners in Egmond, aan de Hoef en Egmond Binnen voor de rubriek Anderhalve Meter. En zij stelde de vraag, nemen we de anderhalve meter nog steeds serieus? Anderhalve meter afstand, wordt die nog serieus genomen? Ja, bij ons wel. Ja.
Vertel. Ja, wij komen bijvoorbeeld niet op bezoek bij hun opa en oma. Dus dan zwaaien we door het raam of we zien elkaar in de tuin. En ze gaan nog niet naar school natuurlijk. Dat is pas vanaf 11 mei weer zo. En ze gaan niet mee naar de supermarkt. Dus dat doe ik dan alleen. Of mijn man die doet dat. Ja, dus zo. Dat is natuurlijk in de media en met name al heel vaak door meneer Rutte verkondigd. Houd die 1,5 meter, dus daar hou ik me ook aan. Ja, het is wel serieus te doen, maar voor iemand als ik is het heel erg moeilijk. Ik ben erg geneigd om naar mensen toe te gaan en mensen aan te raken. Maar het is nog te doen. Ik ben alleen in huis. Mijn man is overleden. Dus ik hou dat echt op afstand. Als er eens iemand langskomt, dan staan ze buiten. Ik ben pas 80 geworden. En dan hebben ze allemaal buiten voor me staan zingen. Alles op afstand. En achter in de tuin kunnen ze zitten als het mooi weer is. Maar dan ook echt op afstand. Je probeert er continu op te letten. Dus dat is heel goed, denk ik. Ja. En voor Christine geldt dat ook? Mm-hmm. Zeker. Ik werk ook alleen nog maar thuis. Dus... Ook daarin neem ik dat serieus, zeker. Ik denk dat mensen er heel erg rekening mee houden en er wel aan denken. Het lukt er niet altijd feitelijk om het uit te voeren, maar of dat dan gelijk een overtreding is, dat weet ik niet. En Eefje, hoe zit dat bij jou? Ik vind de 1,5 meter moeten we gewoon zo in stand houden en dat gaat ook goed. Soms natuurlijk wel eventjes dat je momentjes hebt waarin het wat lastiger te doen is. gewoon mee doorgaan, denk ik, ja. Als ik met vriendinnen ben, dat we dan wel gewoon afstand houden en niet dicht bij elkaar komen. Als de trein te vol is, gaan we er niet in. Als het de stoep vol is, steken we over, gaan we naar de andere kant lopen. En ik vind dat de meeste mensen dat ook echt wel heel goed doen, hoor. We hebben net een stukje door de duinen gelopen en daar is iedereen er ook heel keurig in. De een doet het wel, de ander niet, merk ik, ja. En voor uzelf? Ik probeer er wel rekening mee te houden, ja. Heel serieus. Want ik zit in de gevarenzone. Dus u houdt overal afstand, begrijp ik dat goed? Ja. We gaan niet alleen voor onze eigen gezondheid, maar ook voor een ander mens met de 1,5 meter richtlijn om. Dat vind ik heel belangrijk. En in een winkel bijvoorbeeld, lukt het u ook om daar afstand te houden? Nou, ik beperk mijn boodschappen doen tot 1 keer in de week. Zodanig dat ik zo weinig mogelijk de aanleiding heb om van A naar B te gaan. Ja, gewoon op straat neem ik wel 1,5 meter en heel af en toe dan zie ik wel een vriendin. En dan houden we ook van afstand, dus ik neem dat wel gewoon serieus. Is het niet moeilijk voor je? Ja, het is wel moeilijk, want je kan natuurlijk geen knuffels meer geven en zo. Maar goed, het is wel voor de veiligheid, dus dat vind ik wel gewoon belangrijk. Zo is het eens. Ik ga niet naar de winkel of zo. Nee, hoe doet u dan uw boodschappen? Dat doet mijn vrouw. Ah. Ja, Jan Dekker heeft daar een hele makkelijke oplossing voor bedacht, hè, om die problemen te omzeilen. Die laat gewoon zijn vrouw boodschappen doen. Opvallend, wat je wel terug ziet komen, is dat er mensen zijn die... ze hebben geen moeite met die 1,5 meter, maar wel om de effecten die het heeft op die 1,5 meter, op wat ze doen in het dagelijks leven. Merken jullie ook dat er een toename is van eventuele psychische problemen? Ja, zeker. Mensen die neiging hebben tot depressie, angst- en paniekgevoelens. En dat komt inderdaad nu meer voor. Oude verdriet dat geactiveerd wordt weer door deze afstand. En vergeet niet dat mensen die alleen zijn, hè, daarvoor is dit een hele moeilijke tijd. Niemand die je aanraakt, niemand die dichtbij komt. Dus dat is heel moeilijk. Ja, dat hoorde je Hanna ook zeggen in dat filmpje natuurlijk. Van, ze houdt afstand, maar ze vindt het wel heel moeilijk. Ze kan geen knuffels meer geven. Ja, ja. En jongeren hebben natuurlijk helemaal de neiging. Hè? Gewoon tieners, die opereren vaak in groepen. Dat is hun sociale netwerk. Daar is het erg moeilijk voor. Maar ook ouderen en psychisch kwetsbare mensen, die hebben hier last van. Dat merken wij ook. Wij merken ook dat er meer vraag is naar steun. En die is er gelukkig ook. Ja, kunnen jullie dat ook bieden? Ja, wij hebben praktijkondersteuners en GGZ. En die bellen met mensen. Jammer genoeg kunnen ze die op dit moment niet zien, maar ze bellen wel. En dat is wat wij kunnen doen. En ook als huisartsen proberen wij mensen gewoon waar nodig zo te ondersteunen. Ja, want
in de reguliere situatie is het wel als mensen het een beetje moeilijk, een beetje lastig hebben, dat ze nog wel eens een afspraak maken met de huisarts. Dat ze gewoon in ieder geval even gehoord worden, gehoord en gezien worden. Ja, en dat horen is nu meestal telefonisch. Een enkeling toch ook gewoon echt lijfelijk. Want ja, we merken allemaal dat dat anders is. En dan kan je iemand in de ogen kijken, dan is er meer wederkerigheid dan alleen maar in een gesprek door de telefoon. Ja. Ik las in allerlei nieuwsberichten dat in Bergen, we hebben een sterk vergrijsde gemeente, we zijn de meest vergrijsde gemeente van Nederland. Ja. Dat wij ook al een behoorlijk aantal sterfgevallen hebben gehad mm-hmm. binnen onze gemeente in vergelijking met andere mm-hmm. plaatsen. Hoe leeft dat bij jullie binnen jullie eigen praktijk? Ik bedoel, hoe ga je daar als huisarts, maar ook als assistent, als mens daarmee om? Ik denk vooral dat wij extra voorzichtig zijn naar die mensen toe. Dat wij beseffen dat wij niet willen dat ze ziek worden door ons. Dus dat wij zo goed mogelijk hulp verlenen, maar op gepaste afstand. Dus ook in de contacten met de patiënten, die anderhalve meter goede hygiëne in de praktijk houden. En helaas is het zo dat er ook hier mensen zijn overleden aan corona. Ja. En hoe doe je dat in je thuissituatie? En in mijn huis hou ik geen anderhalve meter afstand tot mijn man en kinderen. Maar daarbuiten wel. Ja. Dus er komt eigenlijk ook niemand binnen bij ons bijna. Maar maken zij zich ongerust? Nee, gelukkig niet. Want mama gaat wel weer. Ja, nee. Echt helemaal niet. Ze vertrouwen echt. Ja. Ze zien me ook altijd thuiskomen, handen wassen. Dat is zo'n vertrouwd ritueel. Ja. Wat zou jou het meest bijblijven van deze coronacrisis? Nou, ik vond het spreekuur doen in persoonlijke beschermende middelen vond ik heftig. Hè? Dus je hebt zo'n jas aan, je hebt je handschoenen aan, een smoeltje voor en een bril op. Ik kan je vertellen, dat is erg warm. En dat heb ik dan nog niet eens een hele dag gedaan. Dus mijn respect is groot voor de mensen die op een IC werken, die dat zo uren achter elkaar doen. Ja. Ja, dag in dag uit. Dag in dag uit, ja. Ja, en ook wel gewoon die patiënt die ziek is, benauwd is. En ja, waarvan je weet die gaat naar het ziekenhuis, maar de kans dat hij niet terugkomt is heel groot. Dat blijft altijd ingrijpend. En of dat nou een andere ziekte is of corona, maar als iemand zo ziek is en je weet die gaat het niet halen, ja, dat raakt je. Kan ik me heel goed voorstellen. Zijn er in deze coronaperiode zaken waar waar jullie van denken, die nu opeens wel mogelijk zijn. Mm-hmm. En waarvan je zegt, van, nou, straks post-corona, laten we dat maar eens in stand houden. Ja, nou, bijvoorbeeld consulten doen via de e-mail. Dat is natuurlijk voor heel veel werkende mensen heel makkelijk. En voor heel veel klachten kan dat ook. En dat we zien hoeveel er mogelijk is door de telefoon. Wellicht gaan er in de toekomst ook beeldbellen bij komen. We weten niet hoe reëel dat is in onze gemeente met de vergrijsde populatie. Maar dat zijn inderdaad dingen waarvan we denken, ja, dat kan ook anders. En een ander leuk voorbeeld is dat je ziet nu rijen voor de apotheek. Maar de apotheek heeft ook een uitgifteautomaat aan de buitengevel. En dan krijg je een code en dan kan je met die code je medicijnen ophalen uit de automaat. En mensen zijn daar erg enthousiast over. En dat gaat ook een beetje in een versnelling nu. Dus dat is een van de vernieuwingen die versneld is door de coronatijd. En die zeker zal blijven. We leren wel met z'n allen. Absoluut. Dat is ook een leermoment. Dat is in ieder geval misschien wel weer het positieve. Onze verslaggever Alette van de Kemp die vroeg aan de inwoners wat zij ervan vinden dat de kinderen vanaf 11 mei weer naar school mogen. Dan mogen de kinderen weer naar school. Wat vindt u daarvan? Ik vind het wel goed dat ze dat proberen. Kijken of het kan. En als blijkt dat ze moeten toch een beetje voorzichtig stappen nemen, denk ik. Dus ik vind dat wel oké. Ja, ik ben het daarmee eens. Ja. De jeugd is niet erg bevattelijk, heb ik begrepen. Dus
ja, maar weer aan de slag. Maar vinger aan de pols houden. Dus zodra er weer wat gebeurt, dan zullen ze toch weer moeten ingrijpen, denk ik. Dat vind ik heel fijn voor mijn zoon. Want die komen lekker naar school. En ik denk dat het ook goed is. Omdat kinderen inderdaad niet ernstig zieker van worden. En het wel erg ontregeld ook. Dus er zijn verschillende belangen. Dus ik denk dat het goed is. Mits ook weer de maatregelen in acht worden genomen. En omdat... wat mij verteld is, en in de media met name, dat de risico's voor kinderen kleiner zijn. Dus volgens mij een goede zaak, ook dan weer voor de ouders. Nou, ze is toevallig nu juf in opleiding, dus dat is vanaf 11 mei gaat ze stage ook weer hervatten. En ja, ik vind het ook goed. Ze houden er zeker rekening mee. En als je nu de dalende trend die we hebben in de cijfers... dat dit soort dingen ook weer geprobeerd moeten gaan worden. Nou, volgens mij maakt het niet zoveel uit, denk ik. We hebben het, we moeten ook thuis werken, dus dat is thuis ook goed te regelen. Maar ik vind het vooral voor hunzelf heel erg fijn dat ze weer onder de kinderen komen. Gewoon weer lekker met elkaar, ja. Want ik begrijp, je werkt thuis nu. Dan heb je ook de kinderen nog onderwijs moeten geven. Hoe is dat gegaan? Nou ja, eigenlijk ging het op afstand digitaal. En je moet ze natuurlijk wel helpen en ondersteunen af en toe. Maar dat was wel te doen. Het was het meeste deze echt zelfstandig en zelf. En af en toe ondersteuning. Wij vonden het wel te doen. Ja. Oké, okay. Dat geldt voor mij dat ook. Ja, ik vond echt die leerkrachten hebben dat zo snel opgepakt. En echt bewonderenswaardig hoe positief ze ook naar de kinderen zijn. En hoe ze dat allemaal nakijken. Echt complimenten ook voor de school. Kijk, voor de kinderen is het... Nou ja, voor de ouders misschien ook goed. Dat die weer goed kunnen werken. En het is niet anders. Ik bedoel, thuis moeten ze zich vermaken. Maar... het is natuurlijk wel eventjes heel moeilijk aanpassen, denk ik. Ja. He, om ze zo van elkaar af te houden, om daar in een klasje. En dat zal echt gehalveerd moeten worden. Ja. Nou, ontzettend fijn voor ze. En ook fijn voor de ouders, fijn voor de juffen. Maar vooral voor de kinderen zelf, denk ik, dat het heerlijk is dat ze weer gewoon met elkaar kunnen spelen. Met elkaar kunnen leren in plaats van in hun eentje thuis. Ja. Dus ik... ik ben heel blij met deze stap. Ik weet het eigenlijk niet, maar dan komen ze ook weer bij ons, de kleinkinderen natuurlijk. Moet toch weer oppassen. Ja. Maar ik denk dat het dan wel goed zit. Ik heb toch niet het vermoeden dat het zo lang door blijft gaan. Jan Dekker uit Egmond aan de Hoef. Hij liet zijn vrouw boodschappen doen in het eerste filmpje en nu maakt hij zich toch eigenlijk nog wel een beetje ongerust. Ja, ja. En uiteindelijk stelt hij zichzelf dan maar weer gerust van het zal wel goed komen. 11 mei gaan de kinderen weer naar school. Inmiddels is aangeschoven aan tafel Edwin de Groot, leerkracht van groep 6 en 7 van de openbare basisschool De Driemaster in Egmond aan Zee. Klopt. Welkom Edwin. Dankjewel. Fijn dat je wilde komen. Helemaal goed. Ruim 86% van de scholen gaat 11 mei weer open. En uit peilingen blijkt dat er een enorm tekort is aan leerkrachten. Hoe is dat bij jullie in Egmond? Nou, dat valt gelukkig mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. Dus we kunnen het al door met elkaar heel goed redden. En wat ik zeg met elkaar, is er een leerkracht ziek, dan proberen we in te vallen op de dagen als we niet moeten werken, dat we dan even goed naar school komen. Hoeveel kinderen hebben jullie op school? 100. 100 kinderen? 100 kinderen, ja. En die gaan straks in gedeeltes naar school? Ja. Rutte zei nog van het liefste de hele dag, maar dan een paar dagen minder. Nee, daar hebben wij ook voor gekozen, voor de hele dag inderdaad. En dan wel de klassen gesplitst. Ik heb dan bovenbouw en maandag start ik dan met groep 7 en op dinsdag dan groep 8. Ja. Zin in? Dus, onwijs. Ja. Het had wel wat, eerlijk gezegd, hè. Via Zoom en alle media de kinderen onderwijs geven. Maar gewoon lijfelijk en in de klas, dat is veel fijner. En het werd al gezegd in het filmpje, hè, de interactie tussen de kinderen, ja, die hebben dat ontzettend gemist natuurlijk. Ja, ja ze misten meester Edwin wel. Nou ja, ook. Ja, ik denk het wel. Kijk, het is natuurlijk heel anders van thuis les krijgen van meester een aantal minuten en dan echt in de klas. Waar je meer kan vragen en waarbij je sneller geholpen kan worden. Nu ging het allemaal op afstand. En dan moest meester ook maar net tijd hebben om een vraag te kunnen beantwoorden natuurlijk. Huisarts Aline Visser. Die kinderen gaan naar school. De ouders die gaan ze dan weer naar het schoolplein toe brengen. Dus ze komen elkaar toch tegen. Ze gaan elkaar waarschijnlijk wel even wat spreken. Ze houden natuurlijk allemaal 1,5 meter afstand. Mm-hmm. Gaan we een toename krijgen van besmettingen? Als ze die 1,5 meter afstand houden, niet. Want die ouders zijn een groter risico dan die kinderen.
In het filmpje werd het ook al gezegd. En kinderen krijgen niet zo vaak de infectie van corona. En de praktijk... Maar zijn ze dan ook geen drager? En niet dat weten we niet precies. Er zijn nog heel veel dingen over dit virus die we niet weten. En we weten wel dat als kinderen het hebben, dat het onder kinderen minder verspreidt. En dat als kinderen het krijgen, dat ze dat meestal van volwassenen krijgen. En dus dat is een hele typisch beloop. En er zijn dus ook bijna geen kinderen die COVID-19 echt zwaar ziek heeft gemaakt. Oké. Okay. Ja. Hoe is dat bij jullie op school? Hoe leeft dat onder de leraren? Wel voorzichtig, uiteraard. We hebben de klassen dan zo ingedeeld dat daar dat we tussen de kinderen, of tussen ons en de kinderen, 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Dus dat is heel goed. We hebben nu plekken afgesproken waar de kinderen verzamelen. En toen struikelde er eentje op het schoolplein, die kreeg wat gat. Dat zijn de afwegingen die we dan maken, inderdaad. Ja, kijk, net als bij de jongste kinderen, de kleuters, aan wie die heel erg aanhankelijk nog zijn. Ja, dat moeten we wel vertellen aan de ouders, dat we die afstand daarin niet kunnen bewaren. Dat is heel moeilijk. En eigenlijk alle ouders accepteren dat ook en die begrijpen dat ook. Maar gaan die kinderen het ook begrijpen? Nee, dat is... Kijk, in de bovenbouw, zoals bij mij, is dat wat makkelijker natuurlijk. Maar bij de onderbouw is dat gewoon moeilijker. Ja, en dat is, dat is aan de collega's zelf natuurlijk hoe ze daarin staan. En als ze dat niet zien zitten, dan kunnen ze dat aangeven en dan gaan we daar de aanpassingen aan voor doen. Ja. Maar jullie hebben er wel zin in dat ze weer gaan komen? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Alette van de Kemp, die gingen de kinderen zelf vragen. We gaan er eens even naar kijken. Jij mag vanaf 11 mei weer naar school. Ja. Wat betekent dat voor jou? Ik vind dat wel heel leuk, want dan kan ik mijn vrienden zien. Want wij zijn in 2 groepen opgedeeld, omdat we met 31 kinderen in de klas zitten. En ik zit met mijn beste vriend. Dat is mooi. Dus dan kunnen jullie weer samen naar school? Ja. Maar dan moet je ook de 1,5 meter afstand houden, hè? Ja. Denk je dat dat gaat lukken? Ja. Oké. Okay. En David, wat betekent het voor jou om weer naar school te kunnen? Ik vind het erg leuk. Ik vind zelf dan een heel sociaal persoon. Ik kan er niet echt tegen om dat alleen in de tuin te zitten en zo. Dus ik vind het echt superleuk om weer naar school te kunnen. Wat ga je als eerste doen als je op school komt? Nou, sowieso gewoon tegen iedereen hoi zeggen. Zo van, hé, ja, hoe was jouw quarantaine? Ja, wat heb jij allemaal gedaan? Nee, ik heb zelf mijn hoofdkaal bijna kaal geschoren. Ja, was het heel lang? Ja, nou, ik had gewoon een beetje normaal haar, maar nu is het kant en de kop. En wie heeft dat gedaan dan? Mijn tante. Oh, oké. Toch wel op afstand, of niet? Ja. En wat betekent het voor jou, Hanna, dan dat zij wel naar school mogen en jij niet? Ja, ik ben wel een beetje jaloers natuurlijk, omdat zij weer al hun vriendjes en vriendinnetjes mogen zien. Maar goed, ik snap het ook wel dat de regering dat heeft besloten. Ik kan veel vrienden weer zien. Ik krijg normaal les en dat vind ik veel fijner dan thuiswerken. En het wordt dan ook veel makkelijker. Ja, hoezo wordt het makkelijker? Nou, thuiswerken, dan is het toch moeilijk voor de meester om alles te controleren of iedereen werk maakt. En op school kan je het in 1 keer ook een beetje maken en dan zonder nog thuis een beetje dingen te maken. We moeten ook, nu begint de school, begint al om 8 uur, dus dat is wel wat jammer. Dat is wel heel vroeg. Is dat veel vroeger dan je gewend was? Nee, normaal begint hij om 8:30, maar... En dan ben je 's middags ook wat eerder klaar? Ja, 2 uur ben ik dan klaar. Oké, okay. En wat ga je als eerste doen als je op school bent? Mijn vrienden groeten. Ja, ja. En James, wanneer denk jij dat de middelbare scholen weer aan de gang kunnen? Nou, ze zeiden 1 juni, dus ik denk wel ergens rond die tijd. Misschien iets eerder of iets later, maar ik denk wel dat het ongeveer die tijd blijft. Ik denk niet dat het heel veel eerder of later wordt. James, die denkt dat het wel goed gaat komen. 1 juni gaan ze gewoon weer lekker naar de middelbare school. Edwin Groot, ben je verrast dat die kinderen zo
zo blij zijn dat ze weer naar school mogen. Nee, ik kan me heel goed voorstellen. Inderdaad, nou ja, wat het meest ook wordt aangegeven, dat ze elkaar weer zien. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, absoluut. Ik heb zelf heb ik dan bovenbouw, zoals ik al zei. Ik heb groep 8, dus ja, die kijken nog heel erg uit naar de afsluiting van de basisschool natuurlijk. Hè? De ja. musical, hoe gaan we dat vormgeven ja. met z'n allen? En hoe gaan jullie dat doen? Nou ja, ik heb online geoefend met ze. Dus ik hoop dat ze hun tekst een beetje al geleerd hebben. En ja, voor de rest moeten we even kijken hoe we dat verder gaan invullen. En ook wat de maatregelen gaan worden. Ja, en zijn. Want mogen ouders dan komen kijken? Bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, de techniek staat er niet natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen het ook filmen en dat op die manier kunnen ja, afsluiten. Ja. Hebben de kinderen door die intelligente lockdown een leerachterstand opgelopen? Nou, niet zozeer. Nee. We hebben het belangrijkste hebben we aangeboden. En ik kon dan ook online zien wat ze daarvan hebben gemaakt. En dat ze daar ook goed in vooruit gingen. Ik denk niet echt dat ze een achterstand hebben opgelopen. Ze hebben ook weer andere dingen geleerd. Ze zijn zelfstandiger geworden. Ze hebben weer andere vaardigheden gekregen. Ja, ouders zeggen ook, ja, mijn kind kan nu ineens taart bakken of helpen met koken en dat soort dingen allemaal. Ja, dat zijn wel vaardigheden die ook ontzettend belangrijk zijn. En ja, we moeten ook maar zien hoe de kinderen zometeen binnenkomen. En nou ja, om van een achterstand te spreken. Ja, je kan beter zeggen een nieuw begin en een nieuw startpunt om daarvan uit te gaan. En dat ook voor de komende weken nog aan te houden. En niet een enorme inhaalslag willen maken. Want dan ja, dat is het voor de kinderen niet leuk, maar ook voor ons niet te doen. Precies, ja. Huisarts Aline Visser. De jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming hebben het aantal meldingen niet zien toenemen door de coronacrisis. Daarentegen zegt het hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum van het UMC in Utrecht dat zij sinds de sluiting van de scholen de spanning zag toenemen binnen gezinnen. Ouders krijgen de kampen met stress en hebben opeens zorg over bijvoorbeeld hun baan en dat werkt kindermishandeling in de hand. Ook bij de kindertelefoon komen 50% meer telefoontjes binnen dan normaal. Directeur Roline de Wilde van de kindertelefoon die zegt ook, we krijgen telefoontjes van kinderen die te maken hebben met seksueel misbruik, huiselijk geweld en ruzies. En ze noemt dit ook zorgelijk. Komen jullie dat in jullie praktijk ook tegen? Nee, gelukkig niet. Maar ik moet ook zeggen, dat is een van de punten dat kindermishandeling over het algemeen laat gesignaleerd wordt. En we proberen het wel. Hè. We hebben alle protocollen van als een kind een verwonding heeft, zijn er dan tekenen van. Maar dan moet iemand zijn mond open doen. Hè. En de kinderen kunnen dus de kindertelefoon bellen, maar een kind komt niet zomaar bij de huisarts binnenlopen. Het zou hooguit zijn dat uit de omgeving iemand signaleert en waarschuwt. Ik ben het in mijn praktijk niet tegengekomen. Verwacht jij dat de kinderen op school de melding van gaan maken, Edwin? Nou ja, het is zoals net al gezegd wordt, de kinderen zullen daar niet heel snel melding van maken. Die houden dat echt voor zichzelf. Wat wij wel heel fijn vinden is dat ze ook met het weer naar school kunnen gaan, weer in hun veilige situatie komen. Dat is toch een plekje waar ze zich fijn voelen en waar het vertrouwd is. En ja, je hoort het inderdaad wel in het land van ja, de thuissituatie is niet altijd even fijn. En dat het ook misschien wel erger is geworden voor sommige kinderen. En daarom is het ook wel heel fijn dat ze weer een vertrouwd plekje op school hebben. Ja. En inderdaad ook het vertrouwde gezicht voor de klas bij wie ze iets kwijt zouden kunnen. Ja, absoluut. Wat blijft jou het meest bij van deze lockdownperiode? Nou, dat we met z'n allen toch wel heel flexibel zijn. En is gebleken. En dat we heel snel kunnen schakelen met alle collega's. Dat de kinderen daarin heel flexibel zijn en ook ja, voor de ouders echt complimenten hoe die dat ook hebben opgepakt met het thuiswerken. En evengoed de kinderen een beetje onderwijs kunnen geven en hoe ze dat allemaal hebben ingedeeld. Ja, dat blijft me wel echt bij hoe we dat met z'n allen hebben opgepakt. Ja. Een positief punt wat je nog aan zou kunnen geven, Aline Visser? Is er iets positiefs wat eruit voortkomt? Ik vind wel dat over het algemeen mensen heel zorgzaam zijn naar elkaar toe. En dat je, ja, mensen zijn aardig, en, maar mensen waarderen ons en daar zijn we heel blij mee. En behulpzaam, dat mensen ons mondkapjes hebben gedoneerd. Een ondernemer die handel drijft met China en die zegt zo van nou, ik kan voor jullie mondkapjes laten komen. En die doneert die dan. Nou, hartstikke aardig. Ja. Ja. Het zit in ons allemaal, maar we waren het misschien wel een klein beetje vergeten. Ja. Ja. Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Hebben jullie nog een advies voor onze kijkers, voor de komende maanden? Nou ja, jeetje.
Nou ja, als ze de kinderen naar school komen brengen, de afstand blijven houden. Hè. Zet je kind af bij het schoolplein en ga dan gelijk weer naar huis. En laat de zorg dan verder aan ons over, inderdaad, of het lesgeven. En het zal voor sommige kinderen, voor de ouders lastig zijn natuurlijk, vooral met kleinere kinderen, de kleuters. Ja, dat is wel een dingetje. Dat begrijpen we heel goed, maar daar houden we wel rekening mee, ja. Neem je verantwoordelijkheid, want dat is superbelangrijk. Ook nu die kinderen naar school gaan, wordt er gehoest, verkoudheid of wat dan ook. Die mensen moeten thuis blijven, want dan is niet alleen maar die anderhalve meter voldoende. En voor de rest van de mensen anderhalve meter en je handen wassen. En dan komen we heel ver met z'n allen. Dankjewel Aline Visser, Edwin de Groot voor dit gesprek. Fijn dat jullie er waren. Graag gedaan. Graag gedaan. Het is tijd voor een stukje kunst en cultuur. Dus het is tijd voor onze gastheer, kunstkenner en eigenaar van deze galerie en artcafé, Rogier Jonk. Rogier, welk kunstwerk breng jij deze week onder onze aandacht? Ja, goedemiddag. Deze middag breng ik onder de aandacht een werk van David Knapp. En David Knapp is een Engelse kunstenaar die ik ooit eens ontmoet heb in Zuid-Frankrijk. En ik was direct onder de indruk van zijn werk. Het is een impressionist en zoals u ziet gebruikt hij een grove toets en zeer kleurrijk. En zijn interesse ging al heel vroeg uit naar Van Gogh. En dat zie je ook wel een beetje terug in zijn werk. Ik ontmoette hem dus in Zuid-Frankrijk en ik wilde graag een expositie van hem doen. En hij exposeerde eigenlijk alleen 2 keer per jaar in Londen, wat ik heel opmerkelijk vond. En ik vroeg hem van hoe zit dat dan precies? Nou, hij zegt in het voorjaar doe ik een expositie en in het najaar. En dan verkoop ik zoveel dat ik de rest van het jaar door Zuid-Europa kan reizen. En zo reisde hij van Italië, Frankrijk naar Spanje en weer terug. En dat deed hij zo jaar op jaar. Vanaf zijn 19e al was hij professional. En dat leek mij wel wat om zijn werk in Nederland te gaan brengen. Dus ik vroeg of hij dat wilde. Dat wilde hij wel. En ik ging eerst een keertje kijken in Londen of dat allemaal echt wel zo ging als hij zei. En inderdaad, daar op een tentoonstelling kwam ik daar. En binnen no time op de opening was waanzinnig druk. En 80-90% van zijn werken werden daar verkocht. Dus dat was voor mij helemaal een impuls om te besluiten om hem naar Nederland te halen. Nou, als ik kunstenaars naar Nederland haal of als ik met ze exposeer, dan koop ik vaak de collectie, omdat ik dan vrij ben om te doen en te laten wat ik wil. Voor David was dat, omdat ik best wel veel van hem wilde hebben, was dat een moeilijk verhaal. Nou, huurde hij altijd huizen in Zuid-Europa voor zijn reizen. En aangezien ik een huis in Zuid-Frankrijk had, kon ik met hem de deal maken, hij in mijn huis en ik maandelijks een paar kunstwerken. En zo heb ik best wel een leuke collectie van hem verzameld. Helaas, ook weer goed natuurlijk, dat ik weer veel van hem verkocht heb. En ik heb nog een paar enkele werken van hem over. En die kunt u elke zaterdag en zondag van 12 tot 5 bij ons in de galerie bewonderen. En dit is er een van, een Zuid-Frans tafereeltje. En ik zou zeggen, welkom. Dankjewel Rogier en tot over 2 weken. Dankjewel. Ron Zentveld, coördinator regionale voorziening reddingsbrigade Egmond. We zitten hier in het Maritiem Centrum Egmondzee. Het is coronaperiode. In de serie Vitale Beroepen zijn we ook bij jullie terechtgekomen. De zorg wordt goed belicht. Jullie worden wat onderbelicht, vonden wij. Vandaar dat we hier nu zijn. Hoe gaan jullie daarmee om met die 1,5 meter? Ja, het is voor ons ook een hele bijzondere situatie. Wij hebben afgelopen maart zijn we natuurlijk ook overvallen door het coronavirus. We zijn meteen afspraken gaan maken met onze meldkamer ambulance dienst en met de meldkamer 112. In gesprek gegaan van joh, hoe moeten we hiermee omgaan? Wat wordt er van ons verwacht? Hoe gaan we met elkaar om? Op basis daarvan hebben we een protocol afgestemd dat wij niet meer eerst hulp gaan verlenen. Maar we gaan alleen maar eruit ter assistentie echt van de ambulance dienst. Dus echt met de 4x4 auto van ons het vervoeren van de ambulance personeel naar het slachtoffer. En weer terug met het slachtoffer en de ambulance. Dus jullie houden afstand, zeg maar? Wij houden afstand, ja. Want, en helemaal in het begin, hè, er waren geen mondkapjes. Ja. Dat hadden wij gewoon niet. Het ging allemaal naar de ziekenhuizen toe, met alle begrip.
Ja, en nu zijn we steeds aan het kijken hoe kunnen we nou verder gaan naar de zomer. Want de zomer komt eraan. De wandelende recreant gaat zich straks verplaatsen naar een liggende recreant. En dan krijg je gewoon straks een drukstoot. Dus... Hoeveel reddingsacties hebben jullie op jaarbasis? Ongeveer 250 hulpverleningen per jaar. Dat zijn er veel. Er zijn er wel 50 reddingen ongeveer. En de meeste daarvan vinden plaats waarschijnlijk in het zomerseizoen? Ja. Ja, ja, zeker. Wij zijn bezig momenteel, we knippen eigenlijk in drieën, de toezichttaak. Dus het met verrekijkers kijken naar de recreant en waar nodig acteren. De repressieve taak en opleiden. Die drie categorieën zijn we momenteel aan het bekijken. Leg eens uit, wat is die representatieve taak? Nou, daadwerkelijk redden. Dus het uitvoeren van hulpverleningen. Zowel actief vanuit de preventieve rol, dus vanuit de standwachttaak. Of vanuit net als de brandweer bij een pager, als we een alarm krijgen, gaan we erop uit. Ja. Nou, daar moet je... Jullie werken met vrijwilligers. Dat zijn allemaal mensen die dat eigenlijk doen omdat ze vinden dat ze het moeten doen. Hulde daarvoor. Maar die mensen brengen zichzelf misschien wel in gevaar. Ja, nou ja... Ook hoe leeft dat onder jullie? Nou, ik denk dat ik over het algemeen kan zeggen dat wij nog steeds willen redden. Heel simpel gezegd. Dus dat is natuurlijk onze... Ja, het zit in het bloed. Hè. Als mensen in problemen zijn in zee, moeten we ze uit het water halen. Dat is onze core, kern van ons. En maar we moeten er wel goed mee om gaan blijven gaan. Dus de coronamaatregelen moeten we gewoon in acht nemen. Dus we gaan bijvoorbeeld maatregelen nemen... op onze standpost, waardoor we dus ook die anderhalve meter samenleving, noem het even zo, maar het is natuurlijk eigenlijk meer gewoon de gepaste afstand met elkaar kunnen leven. Denk aan looproutes in de standpost, maar ook in onze vaartuigen. Daar gaan we voorheen zaten met z'n drietjes erin. Nou, nu gaan we misschien met z'n tweetjes erin. De maatscooter voorheen deden we met z'n tweeën, nu misschien in je eentje. Zo moeten we gaan kijken hoe het allemaal zich gaat geven. Afgelopen winter zijn plots jullie opleidingen eigenlijk tot stilstand gekomen. Want normaal gesproken trainen jullie in de wintermaanden. Hebben jullie daardoor nu een achterstand opgelopen? Gaan jullie dat inhalen? Wat moet je daarvoor stellen? Achterstand wordt dat is zeker een achterstand. Want de examens die voor de jeugdleden, dus vanaf 9 jaar of 10 jaar mogen ze lid worden bij ons. Dus elk jaar krijgen ze gewoon een examen, worden ze beloond voor het actieve werk wat ze hebben gedaan. Dus examen hebben ze niet gedaan. We zijn nog ook overvallen weer gisteren met de persconferentie. Moeten we kijken weer precies bekijken van wat is nou voor onze consequentie. En op basis daarvan moeten we gaan kijken hoe we dat gaan inrichten. Maar in juni komen nu straks wel de mensen naar het strand toe. De toeristen gaan komen. Ja. Linksom of rechtsom, we gaan ze zien. Ze gaan op het strand, ze gaan de zee in waarschijnlijk. Daar komen misschien ook wel weer wat problemen uit voort. Kunnen ze dan op jullie rekenen? Uiteraard. Wij gaan zeker gewoon ons best blijven doen. Ik zal zo melden met gepaste maatregelen. En waar het kan, gaan wij gewoon alles doen wat we altijd deden. Alleen, misschien wordt er wel verwacht van de badgast in de toekomst of deze zomer om met een sprintertje niet meer naar de reddingspost te komen, maar om het even af te wachten. Ga lekker thuis, wacht even met die sprinter af. En ik zal met de kwallenbeet, als je 20 of 30 minuutjes wacht, dan is die eerste pijn alweer weg. Het is tijd voor een ondernemer puur sang en vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging Jong Egmond Binnen. Hij is al ruim 32 jaar actief met zijn loon- en industrieel schoonmaakbedrijf voor bedrijven als Boscalis en Ballers Nedam. En verder kunnen zijn trekkers, shovels en kranen het loonwerk bijna niet aan. Welkom Willem Zwart. Dank u. Fijn dat u wilde komen aan tafel. U zit hier namens Jong Egmond Binnen. Waar komt die naam Jong Egmond Binnen vandaan? Een samenvoeging van de winkeliers en de ondernemers die er al waren. Ja. En toen zijn we samen gegaan een aantal jaren geleden. En toen hebben we gezegd, nou, hoe moeten we nou dit? En we zijn jong en we zijn allemaal dynamisch. Dus we zijn allemaal strijdkrachtig om te strijden en te werken. En vandaar dat de ondernemersvereniging Jong Egmond Binnen. Is dat ook een typisch iets Egmond Binnens om daar zo voor te kiezen? Want ja, we zijn... Zo jong zijn jullie niet meer. Nee, dat is zeker. Maar toch, we vinden zelf ons eigen met elkaar dat we het samen jong oppakken. Ja. Vandaar de naam. U bent naast ondernemer ook gediplomeerd trainer en piqueur. Klopt. Dat is een hobby nog steeds. U doet het ook nog steeds? We hebben er 14. Maar toch maar. En lukt dat in deze periode ook nog een beetje om daarmee te rijden en te doen? En... Dat besteden we uit. Ja. Dus we hebben de trainers. Zelf fokken we erop. We hebben zelf fokmerries en veulers.
En die kunnen we thuis grootbrengen. En zo gauw ze rijp zijn voor de training, dan gaan ze naar een trainer toe. Ja, want het zijn paarden met een sulky erachter. Ja. Ja, ja, precies, voor alle duidelijkheid. U bent al 32 jaar ondernemer. Egmond Binnen. Ja. Geboren en getogen. Zeker weten. En Egmond Binnen heeft in tegenstelling tot de direct aan de kustlijn gelegen plaatsen binnen onze gemeente. Niet zo heel veel toeristisch georiënteerde bedrijven. Toerisme georiënteerde bedrijven. Hoe is de stemming onder ondernemers Egmond Binnen nu? Erg verschillend. Kijk, er is erg verschillend. Iemand die zelfstandig bedrijfje heeft en die niet met de corona te maken heeft, of weinig, zoals ik bijvoorbeeld, ja, dan valt dat wel mee. Er is er mee te leven. We moeten goed met elkaar omgaan. En het lijkt allemaal of het allemaal een beetje gemoedelijker gaat. Het leven is niet meer zo gehaast. Altijd was het allemaal gejakken en we hebben allemaal tijd tekort. En het is nu allemaal, het gaat allemaal, men neemt de tijd voor elkaar. Nou, nu bent u een bijzonder mens. Dat is me opgevallen in een kort telefoongesprekje wat we even wat eerder hebben gehad. Bijzonder in die zin, want ik zeg, ik kan niet zoveel informatie van jullie bedrijf terugvinden op internet. En toen zei je heel simpel, ja, wij hebben geen website, want daar beginnen we niet aan, want dan krijgen we het alleen nog maar drukker. Ja, kijk, alles wat ik wil doen, of wat wij willen doen, willen we goed doen. En dan kan je beter minder doen, maar in goede zin, dan dat je te veel hooi op je vork neemt. En aangezien je dan half gebakken werk krijgt. Maar loon- en schoonmaakbedrijf Zwart is geen kleine onderneming. Ja, wat is klein en wat is groot? We doen gewoon mee en ja, we hebben een leuke, een goede sfeer en een goede mentaliteit en dat is een hoop waard natuurlijk. En we staan overal voor klaar natuurlijk, over allerlei soorten diensten, want het is niet alleen loon en schoon, maar industrieel reinigen doen we ook veel. Ja. Alle voorkomende werkzaamheden, ja, daar staan we voor klaar. Klanten als Boscalis, Ballas Nederland. Ja, Huisval Centraal, dat zijn allemaal grote. Ja, dat is toch wel. En dat zijn vaste mensen en we hebben vast werk, dus dat is natuurlijk heel mooi. Ik wil even samen met u kijken naar de persconferentie die president Mark Rutte gaf op 6 mei jongsleden. Okay. Per 11 mei kunnen ook de meeste mensen met contactberoepen weer aan de slag. Dus kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures, masseurs, opticiens, acupuncturisten, etc. Ook de rijinstructeurs vallen hieronder. Voor de contactberoepen gelden 2 belangrijke voorwaarden. Ten eerste, het werk wordt, zoveel als mogelijk is, op 1,5 meter afstand georganiseerd. Dus bijvoorbeeld niet 2 kapperstoelen dicht bij elkaar. Ten tweede, er wordt gewerkt op afspraak, waarbij klanten aan de voorkant vragen worden gesteld om in te schatten of iemand een risico oplevert. Uw kapper gaat dan bijvoorbeeld vragen of u op dat moment klachten hebt. Die check aan de voorkant neemt veel risico's weg. En het dragen van mondkapjes is dan niet nodig. Per 11 mei mag iedereen boven 18 jaar buiten sporten. Wel op 1,5 meter afstand van elkaar, dus geen contactsporten. En ook geen wedstrijden en thuis douchen. En per 11 mei kunnen ook de bibliotheken weer open. Uiteraard met een 1,5 meter afspraak. De volgende stap zetten we op 1 juni, als dat kan. Het voortgezet onderwijs kan per 1 juni weer starten, zoals eerder aangekondigd. De manier waarop wordt uitgewerkt. Per 1 juli mogen ook de terrassen weer open onder 2 voorwaarden. Iedereen zit aan een tafeltje en mensen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Restaurants, cafés, bioscoopzalen, concertzalen en theaters mogen vanaf 1 juni binnen maximaal 30 mensen ontvangen, inclusief personeel en ook onder voorwaarden. Gasten moeten reserveren, uiteraard geldt de 1,5 meter afstand en vervolgens vindt ook hier aan de voorkant een controlegesprek plaats om in te kunnen schatten of er risico's zijn. Het is natuurlijk cruciaal dat mensen die check vooraf wel heel serieus nemen, maar dat vertrouwen mogen we na de laatste 2 maanden met elkaar wel hebben. Sprak onze minister-president Rutte. Heeft hij gelijk, mogen we dat vertrouwen hebben? Dat is niet, niet aan mij om dat te zeggen. Maar wat zegt uw gevoel? Nog niet. We zijn nog niet zover, denkt u? Ik denk dat we het te snel aan. Dus die teugels vieren, dat is niet een direct een verstandige ontwikkeling? Het zal niet meevallen met 30 mensen in een restaurant te werk gaan, aangezien je de personeel ook maar mee rekenen. Wat blijft er nog over?
Ja. Is het dan nog de moeite om lonend om open te zijn? Nou ja, als ze niet open gaan. Ja, maar ja, goed. Als je wel open gaat, dan heb je wel kosten. Dan maak je kosten en dan krijg je geen subsidie meer. Hoe zit het dan met de verdere kosten? Want ja, de vaste kosten gaan door van ondernemers. En reken maar uit, hoe gaat dat dan? Ja. Hoe lossen we dat op? Heeft u het idee dat er voldoende ondersteuning is vanuit de gemeente naar de ondernemers? Nou, het begin is er, maar of het voldoende is, het is maar een druppel op de groeiende plaat in mijn ogen. Als jullie binnen de ondernemersvereniging Jong Egmond binnen overleggen en praten daarover, welke wens is er dan? Ja, welke wens? Het is moeilijk, want we hebben het allemaal nog nooit meegemaakt. Dus dat is natuurlijk, hoe ga je daarmee om? Ja, iedereen kan wel in zijn eigen portemonnee kijken ondertussen. Tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, die houdt een aantal zien behoorlijk de bodem. Ja, en een aantal zien ook het eind. Ja. En hoe lang dat nog duurde, ja. Gaan er serieuze problemen ontstaan? Jazeker. Ja? Zeker. Maar ook elk dorp. Vooral hier in Egmondzee, dat lijkt me nog veel erger. Ja. Aangezien die nog veel meer moeten hebben van de... Ja, dat is in toerisme gerelateerd. Zeker weten, hoor ik aan in hotels, die zaten tot het water onder de lippen. Maar goed, het is niet anders, we moeten er naar leven. Ja, maar als jullie als ondernemers in deze tijd met elkaar van gedachten wisselen, wat valt u dan op? Ja, valt u dan op? Dat het toch allemaal gemoedelijk gaat en allemaal dat het elkaar willen helpen. En elkaar proberen te ondersteunen en adviezen te geven aan elkaar. Egmond Bien is een hechte gemeenschap, hè? Ja. Dat zeker. Is echt een hechte gemeenschap. Het verenigingsleven is sterk. Jullie organiseren met elkaar altijd. Voor elkaar, maar ook echt met elkaar. Ja. Is dat onder de ondernemers in Egmond Bien ook zo? Ja. Zeker. Als er ondernemers zijn die serieus in de problemen komen waar je eigenlijk niets aan kan doen. Want daar gaat het om. Hè? Mensen die er een zootje van maken, dat is iets anders. Maar als je serieus in de problemen komt, zijn jullie dan ook bij macht om elkaar daarin te ondersteunen? Zeker. Gebeurt dat ook? Ja, als het nodig is wel. En men moet het wel komen aangeven natuurlijk. En je moet het wel zeggen natuurlijk. Ja, je moet het niet voor je houden. Niet ooit een keer geleerd hoe duidelijker je kunt zeggen wat je wilt. Tuurlijk. Hoe groter de kans is dat je het krijgt. Kort maar krachtig. Dat zeker. Ja, melden. Wat zit er in dat doosje? Katwijkse knip. Wat is dat? Dat is een koekje uit het Katwijk. Een traditiekoekje. Mijn echtgenoot komt uit Katwijk. En ik zeg, ik neem wat lekkers mee voor bij de koffie. Dus vandaar, ik denk, nou wat moet ik meenemen? Ik denk, ik neem een Katwijkse knip mee. Mag ik er eentje uitpakken? Ja, zeker. Dat ziet er wel heel lekker uit. Voor iedereen. Ik moet een beetje aan de lijn denken natuurlijk, maar ja. Ach, we kan leven, het hebben. We leven maar één keer. Jonge god. We leven maar één keer. Toch? Katwijkse knip, dus je bent getrouwd met een katteker. Jazeker. Dat is ook een omslag. Ja, dat komt door een paard. Ik kocht hem een paard. Toch weer die paarden. Dus die pikeur die ging... Paard gekocht en toen zei die vriend, achteraf een vriend van ons, en die zegt, zal we een borrel nemen om de goede afloop? En toen zijn we naar Noordwijk geweest, Café Noordzee. En daar hebben we een borrel gedronken. En toen kwamen er twee dames binnenlopen. En achteraf is dat zijn vrouw geworden en mijn vrouw ook. Dus we zijn elkaar daar tegengekomen door het paard. En van het een kwam het ander. En dat is nu 27 jaar terug. Toen maar weer. Ja, en 22 jaar getrouwd. Dus we zijn en gelukkig. Als we een jaar verder kijken, hoe staat het in Egmond Bien ervoor? Hetzelfde. Er gaat niet zoveel veranderen, denkt u? Nee, dat denk ik niet. Kijk, we zijn niet toerisme aangelegen natuurlijk. We zijn ieder op zijn eigen werk. En daar is werk genoeg voor. Okay. Gemotiveerde mensen, dat is wel eens moeilijker om je werk te vinden. Ja, kunt u die vinden? Moeilijk. Dat valt niet mee, maar ze zijn er wel. Maar tot heden toe redden we het zo met elkaar. En doen we allemaal een stapje harder in, dan komen we er ook. Oké. Okay. Bedankt voor uw komst. Willem Zwart, dank u wel. Samba Salad is sinds 1978 het muziektheater voor kinderen. Flamenco, samba, jazz, salsa, pop, merengue en Afrikaanse muziekstijlen verwerkt in voorstellingen en pretconcerten. Vandaag zitten de drijvende krachten achter dit 42-jarige jonge muziektheater bij onze tafel. Welkom Rita Ini en Herman Link. Fijn dat jullie er zijn, fijn dat jullie tijd hebben kunnen nemen in deze drukke periode. Ja. Man, wat een drama moet dit voor jullie zijn geweest. Ja. Ja, als het nu makkelijk is in onze agenda, is het nu wel. Ja, dat kan ik me echt voorstellen. Ja, bij ons is echt alles is weg. Ons werk is gebaseerd op drie poten. Dat is het één deel is voorstellingen en concerten spelen. Ander deel is het werken op scholen, workshops geven en projectwijze op basisscholen te werken. En de derde belangrijke poot is kindermuziekfestival organiseren.
dat we in juni en in september doen. In juni in Bergen aan Zee en in september in Amsterdam. Nou ja, al die drie die poten zijn volledig onder ons weggezaagd. Dus we staan nu op één wankel pootje nog. En dat is een WW-uitkering. Dat is wat ons rest. Ja, nou, het is wel afwachten wanneer dingen werkelijk kunnen beginnen. Doordat die scholen gaan open, maar ons werk op school komt niet direct op gang. Dus dat daar al. Ja. En met festival in september kan je ook niet weten wanneer werkelijk dingen kunnen gebeuren. Nee, en in hoeverre, met hoeveel mensen. Je kunt geen afspraken nog maken, je kunt geen contracten aangaan. Op scholen, die zijn nu wel begonnen, maar ja, die workshops van ons, dat is toch een soort dat komt van buiten de school. Dan moeten eerst moet het protocol op school helemaal lopen voordat ze weer mensen van buiten zeg maar, nemen voor schoolprojecten of voor workshops op voor kunstzinnige vorming. Dus dat is, dat is een dingetje nu. Ja, los van het feit dat jullie werk tot stilstand is gekomen, hoe hebben jullie samen die lockdown ervaren? Nou ja, het is ook... Nou, er zitten heel veel met logistieken. Je hebt een heel volle schema. En hoe moet dat vervangen worden? Opeens moeten jullie tijd aan elkaar besteden. Dat waren we mee bezig. Wat ik voornamelijk mis is op de vloer werken met kinderen werken. Maar ook op het podium met applaus. Dat applaus werd dan van de mensen in de medische wereld terecht werd gegeven. Ja. Die wil ik ook hebben voor het thuiszitten. Ons applaus is gestolen. Ja. Hey, het kindermuziekfestival wat jullie organiseren in Bergen, dat is afgelast. Ja. In Huizen Glory, gaat dit jaar niet door. Dat gaat helemaal niet door, nee. Maar in Amsterdam... Zit er nog het ook? Ja, dat is zijn we, 12 en 13 september. Gaat dat door? Nou, dat is dus... we zijn nu bezig met de Tolhuistuin waar dat gaat plaatsvinden. Om te praten van als het doorgaat, van hoe het eruit moet zien. We zijn met plan A, B, C bezig. Ja, allerlei verschillende manieren opties. En daar zijn we dus wel erg behoorlijk intensief mee bezig. Ja. Ja. Nu zijn jullie een redelijk creatief gezin, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat is meer dan, denk ik zelfs. Ja, dat klopt. Volop bezig met allerlei projecten en dat soort dingen. Nou, er zijn er heel veel van tot stilstand gekomen, dat heb ik net gehoord. Ja. Maar samen met jullie kleinkind Nino en jullie dochter Maya en haar partner Tycho... hebben jullie een oud nummer van Samba Salad nieuw leven in geblazen. Ja. Bonita Banana. en niet alleen dat, maar jullie hebben ook nog eens een keer in volledige quarantaine een videoclip opgenomen. Ja. Hoe hebben jullie dat ervaren als energieke opa en oma? Nou, dat is heel erg leuk om samen te werken op zo'n manier. En dat is huis en tuin theater maken. En onze kleinkinderen, die leeft helemaal van op. Ja, dus wij zaten natuurlijk wel een beetje op elkaar lip ook. Maar ja, je probeert dan toch, tussen goed en kwaad, dus het kan dan toch die afstand houden. Ja, met zo'n clip ben je toch heel enthousiast bezig. En wij zijn natuurlijk wel familie, dus we zitten wel vaak dicht op elkaar. Dus het is moeilijk te ontwijken, het is ook ons werk en zo. Dus die anderhalve meter in de gezinssituatie, die is dus... Hadden toch besloten dat dit wordt ons gezinformatie. Ja. Samen met Maya, doordat zij werkt ook samen met ons. Dus wij zijn toch wel een bepaalde kern. Laten we eens even gaan kijken wat jullie ervan gemaakt hebben. Ja. Ja, leuk. Op een zonnige dag in een bananentros liep Bonita Banaan haar familie los om ver weg te zijn en niets anders te doen. Maar ze was nog jong en een beetje groen. Bonita, Bonita, Bonita Banana, na, na, na. Bonita, Bonita, Bonita Banana. Ze ging naar een land waarvan ze wist dat de bananenjongens wonen, ja beslist. Ze ontmoette er een en zijn naam was Fred. Ze dansen met elkaar en wat hadden ze een pret. Bonita, 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 banana, na, na, na. Bonita, 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 banana, na, na, na. Bonita, 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 banana, na, na, na. Bonita, 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 banana. Thank you.
het roze van de nacht, wat deden ze toen? Bonita is nu geel, ze was nog groen. Ze nam Freddy mee naar de bananatros. Ze maakte daar een feest en ze zongen erop los. Bonita, 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 Bonita. Ja, dat was wel lol. Ongelooflijk, hartstikke leuk. Ja. En heel, heel gezellig gezien, hè? Ja. Ja. Ja, ja, nou, je moet wel wat van maken. Nee, het is ook ons werk, dus hebben we wel eens, tussendoor hebben we wel eens wat, wat woorden over links en rechts natuurlijk. Dat hoort er ook bij, dat hoort bij je werk ook natuurlijk, want het is een creatief proces. En ja, dit was dan gewoon een spontane ingeving, de zogenaamde corona-clips noemen we dit dan. Ja. Van in familieverband in de huiskamer om clips te maken. We waren van plan er nog wat meer te maken. Er staan er nog een paar op de... In de agenda om, om op te nemen. Dit was jullie oudste nummer, hè? Ja, een van de. Ik denk deze komt uit 79. Dus het was inderdaad... 1978. 78 had ik hem al gemaakt. We hadden hem gemaakt. Ja. Er zijn nog een paar die in ongeveer gelijktijdig, maar Bonita is wel echt een van de oudste Nederlandse versies. Ja. Het klinkt alsof het gisteren bedacht is. Ja, dit is al 42 jaar geleden. Dat is toch fantastisch? Ja. Hartstikke leuk. Wat doet dat corona goede dingen met jullie? Ja. Ja. Nou ja, als je zo lang bestaat als wij, heb je al wat dingen in je spaarpot zitten natuurlijk. Absoluut. Ja. Ja, dat is zo. En nou, Maya heeft het wel ook overnieuw ingezongen. Door de oorspronkelijke Bonita Banana was Engelstalig. Dus is, en we hadden altijd ook een Nederlandstalige versie van. En dus zodanig hadden we de tracks en heeft Maya daaroverheen. De tracks opnieuw ingezongen. Er is ook nog een gitariste, Arturo Ramon, die ook nog een keertje met een solo flamenco gitaar eroverheen viault. Dus die, we hebben hem een beetje opgefrist in de mix. Ja, opnieuw in de mix gezet. En maar dat zie je als je dat bewaart, dat soort dingen. Je hebt dat in je archief zitten, dan kun je er nog heel veel dingen mee doen. We hebben ongelooflijk veel gedaan. Hebben jullie nog een vurige wens die nog gerealiseerd moet worden? Een droom die uit moet komen? Ik heb er wel een paar. Heb jij er nog een paar? Nou, het voortzetten eigenlijk is een grote droom. En met alle nieuwe jonge mensen bij ons te trekken. Ja, vooral dat het wordt doorgegeven en dat het hele idee van het maken van muziek voor kinderen op een volwassen manier, daarom gebruiken wij ook theaterelementen om het toegankelijker te maken voor kinderen. Omdat je vaak met muziekvormen zit die niet zo gangbaar zijn. Hè? In de Nederlandse popmuziek hoor je vaak gewoon bepaalde stijlen. Zoals dit hoor je niet zo vaak. De rumba of een flamenco ding. Dus dat is wel een heel specifiek aan ons. Maar voor de rest ben ik ook aan het schrijven. Ik ben bezig met een bewerking van Reinhard Vos. En dat is dan meer een solo-programma of een idee voor een solo-programma. In ieder geval een scenario ervan. En zo schrijven we nog wel dingen waarvan we nog niet weten waar het precies naartoe gaat. Maar in die zin van dromen, dat is er genoeg. Nou, wij willen ook een compilatie maken, een nieuwe compilatie van liedteksten. En met cd's. Dat... een goed bundel achtergelaten worden. We hebben meerdere bundels, precies, maar nu willen we wat grotere versie. Een van de dingen die jullie eerder hebben gemaakt en wat jullie gedaan hebben is een prachtige muziektheatervoorstelling, Flamenquita. Ja. Die zendt RTV 80 aanstaande vrijdag om 8:00 uit op tv. En laten we even kijken naar een korte promo. Ja. MUZIEK
Cipressa, cipressa, cipressa bonita, bonita, cipressa, cipressa bonita de Puerto Real. Cipressa bonita was de dochter van Don Pedro, Luis Garbanzos frijoles de jamón. Cipressa, cipressa bonita, bonita, cipressa, cipressa bonita de Puerto Real. Flamenquita. Gerben Hellinga, theaterrecensent van Vrij Nederland, die schreef ooit over jullie. Dat is een heel stuk, ik ga het gewoon voorlezen. Ja. Kindertoneel kan vaak een beetje betuttelend artistieker zijn. Acteurs spelen dan uitvergroot dat ze acrobaten zijn, of muzikanten, ridders, rovers of dieren. Zodat de kinderen vooral goed zullen begrijpen dat er toneelspelers aan het werk zijn. Die doen alsof. In Flamenquita is het omgekeerd. Er wordt toneel gespeeld door artiesten die echt flamenco dansen, muzikanten en zanger zijn. Wat dachten jullie toen jullie die recensie las? Nou, dat is eigenlijk precies dat, een hele goede recensie, want die heeft heel goed door, ja. Gerben, van wat wij proberen te doen. Want dit is niet alleen met die flamenco ook geweest, ook met Braziliaanse muziek en andere. Wij proberen mensen uit te nodigen op ons podium die echt professional zijn in goed zijn in wat ze doen. En daar proberen wij samen mee een nieuw verhaal te creëren, een nieuw verhaal te maken. Zo hebben we dat in de loop der 42 jaar, hebben we altijd verschillende formaties gehad in Samba Salad. Die allemaal met hun eigen talent en cultuur kwamen. En dat maakten wij weer een nieuwe productie van. Dus of het nou flamenco was, of de Braziliaanse muziek, of de Afrikaanse muziek, zoals de laatste keer. En de laatste voorstelling die we gemaakt hebben, was het Griezelkabinet. Dat was in combinatie met vormgevers en filmmakers. En dat hebben we in combinatie gedaan met film en muziek. En kinderboekenschrijvers. En kinderboekenschrijvers, ja. Zoals Sjoerd Kuiper, of Paul van Loon, Jacques Vriends. Ja. Dus we betrekken heel veel verschillende mensen. Telkens bij elke productie weer een andere cultuur of een ander element. Wat het voor ons ook interessant en avontuurlijk houdt. En want ja, je moet zelf ook leuk vinden wat je doet. Nou, heel belangrijk is dat wij hebben het idee dat je moet hoog niveau voor kinderen aanbieden. Door de kinderen zijn net sponsor. En ze kunnen ook heel goed hoog niveau binnenwerken. Misschien kunnen ze het niet uitbeelden in woorden. Maar het komt binnen en ze zien de structuur en ze zien dat kunst net zo goed als volwassenen. Precies. Ja, zoals die Flamenquita. Dat werd een hele populaire en dus een grote hit geweest. Want iedereen dacht van ja, wat jullie gaan doen in het Nederlands flamenco zingen, dat is nogal wat. Hoe ga je dat doen dan? Maar het was dus onverwacht een heel groot succes. Want ook voor kinderen, want die kennen die flamenco. Kijk, als je iemand de flamenco zanger hoort zingen, dan denk je, dat is niet echt. Niet meteen denk je aan kinderen en zo. Maar de manier waarop wij het hadden gedaan, al die flamenco-stijlen ook daarin in te bedden. En met Nederlandse teksten, nou, dat ging hartstikke goed. En ook omdat we met Spaanse mensen werkten die ook vrij redelijk de Nederlands beheersen. Dus dat was dan wel een soort voorwaarde. En in Nederland heb je een grote gemeenschap met flamenco-artiesten. Ook Nederlanders die heel goed flamenco spelen inmiddels. Ja. Dat is niet meer een exclusieve Spaanse aangelegenheid. Dus dat is ook belangrijk dat je dat soort tendensen in onze samenleving ziet. En wij pakken dat op en we gaan er wat mee doen. En jullie nemen kinderen serieus? Ja, dat sprookjes. Serieus publiek. Dat is eigenlijk echt wat jullie doen. Ja. Jullie nemen ze gewoon echt serieus. Ja, maar we hadden het gebracht in een sprookjesvorm. Dus dat maakte het extra toegankelijk. En daar is een van onze belangrijkste manieren van theater en muziek brengen, is het visueel en met humor. Ja, dat vonden we ook heel gemeenschap met hele flamenco, omdat het drama wat daarin zit, er zit heel veel drama in. En waarom hebben jullie eigenlijk voor deze stijlen gekozen? Want jij komt uit Frankrijk vandaan, op een origine? Ik ben in Canada opgegroeid. Oké. En mijn ouders zijn oorspronkelijk Joodse mensen uit Irak. Dus ik was zelf eigenlijk staatloos geboren. En pas toen ik 7 was, had ik de Canadese nationaliteit. En inmiddels ben ik ook Nederlands, dus Waar zijn jullie elkaar tegengekomen? In Amsterdam. In Amsterdam. In het Festival of Fools in 1978. Daar hebben wij elkaar ontmoet op een, het heette de Fools School.
Het was dus een school voor mensen die wat anders wilden. het was een festival met ook allemaal theater en muziek. En degene die speelden op het festival, die waren ook die werden ingehuurd om workshops te geven. En dat was een school voor 3 weken lang. Kreeg je dagelijks workshops in acrobatiek, in theater, clownerie, et cetera. En daar hebben we elkaar ontmoet op die Full School. Dat was een groot kraakpand op de Rozengracht. Ja. En waren we dagelijks aan het werk met al die artiesten. En die probeerden ons. En dat heeft ons nooit meer losgelaten. Want sinds die tijd, toen zijn we op reis gegaan naar Spanje. En hebben we straattheater gespeeld samen. En dat hebben we 4 maanden volgehouden. En we zijn naar Italië gegaan, naar Duitsland. We hebben allerlei landen zijn we getrokken. En toen dacht ik, dit willen we wel blijven doen eigenlijk. Ik heb mijn studie afgebroken. Want ik studeerde aan de sociale academie toen nog. Ik zou naar het tweede jaar doorgaan. Dat heb ik nooit gedaan. Wij zijn aan elkaar blijven plakken. Wat mooi. En uiteindelijk in Bergen beland. En uiteindelijk, nu wonen wij inmiddels 32 jaar in Bergen. Ja, de helft van mijn leven heb ik in Amsterdam opgegroeid. En die andere helft zitten wij nu hier in Bergen. Okay. Ja. Vrijdag aanstaande, Flamenquita bij RTV 80 op tv. Dank jullie wel voor jullie komst. Bedankt voor de uitleg. Niet te danken. Bedankt. Ja. Het was heel gezellig dat jullie er waren. Wij gaan straks even de koekjes eten van Willem Zwart. Oh ja, goed idee. Lieve kijkers, het was weer een waar genoegen. Hartelijk dank aan onze gasten, Aline Visser, Edwin de Groot, Rogier Jonk, Willem Zwart en natuurlijk Rita Ini en Herman Link van Sambe Zellet. Over 2 weken op zondag 24 mei, klokslag 12 uur, peilen wij weer de stemming in ons programma voor u, door u en met u. Bedankt voor het kijken, houd afstand en blijf gezond.